Svennis, many congratulations. Just became world champion in the United States. Very special location. What are you thinking then? Yeah, that it's amazing, and that last year I said I don't do it anymore, and now I win the world championships in the States. I would say thanks to all the US fans. They helped me a lot. It was a lot of motivation for me. They create something special here in the States. The weather, the circumstances, a day earlier, all my family, my fans in Belgium, the National Federation, they did one hell of a job, and I'm really happy with my second world title, and now my career is complete. Would you say the decisive moment of the race was the moment when Van Turnhout made a mistake on the limestones? I didn't saw it. Half the course I had a flat tire just before the boxes, and I tried to close the gap immediately, and at the end of the race I felt that I was the strongest, but it cost also a lot of energy because you are nervous and you can't make any mistake, and I knew that I need to have the first place in the technical zone in the last part of the race, and there I did my acceleration and before the obstacles, and then it was full gas until the finish line, and it's really nervous, and it cost a lot of energy, but I'm really happy. Iedereen kent het verhaal. Je zou stoppen aan het einde van volgend seizoen. Ga je nog door? Je had nu een seizoen in de regenboogtrainer. En ga je dan nog je carrière verlengen? Ik heb altijd gezegd dat het heel mooi is om als wereldkampioen afscheid te nemen van het veldrijden. Ik ga daar nu geen uitspraak over doen, want dat zou heel dom zijn. Ik ga daar rustig mijn tijd voor pakken, maar ik denk dat deze wereldtitel nog mooier is dan mijn eerste. Ik heb er hard moeten voor knokken. En ik ben ongelooflijk tevreden, omdat het hier in Amerika is. Het respect dat ik hier heb gekregen de afgelopen maanden. De aanmoedigingen van het thuisfront, van de Belgische federatie, van iedereen die hier aanwezig was. Zelfs van de mechaniekers, van de andere ploegen, soigneurs. Dat is klassewerk. En die dag vroeger is dan toch voor mij niet zo slecht geweest. Proficiat. Enjoy. Dank u wel. Oké, Sven.